Ja, jongens en meisjes, je mag in Nederland alles zeggen. Dat heet de vrijheid van meningsuiting. Of, zoals Gerard Joling het noemt op zijn website, de mening van vrijheidsuiting. Je mag in Nederland beledigen. En je mag je ook beledigd voelen. Of, zoals Gerard Joling het noemt, ik heb er de kracht niet meer voor. Je mag zelfs in Nederland oproepen tot geweld. Of, zoals Gerard Joling het doet, schat, spring maar van die duikplank af. Tuurlijk, je mag in een vak vol Feyenoord supporters roepen dat Ajax de beste is. Of het slim is, ik weet het niet. Je mag in een katholieke kerk roepen dat Allah de grootste is. Of dat slim is, dat weet ik ook niet. Je mag zelfs Estelle Cruijff in een skybox beledigen. Of dat slim is? Daarvan weten we inmiddels zeker dat het niet slim is. Je mag de scooter van Willem Holleder aanhouden. Je mag met een halve sinaasappel op een vorm gaan staan en dan zeggen, hey, pers jij hem af of doe ik het? Of dat slim is? Het is wel leuk. Als je het doet, krijg je van mij een cornetto. Wat waarschijnlijk het enige is wat je daarna nog kunt eten. De grenzen aan vrijheid van meningsuiting zijn net zo rijk en net zo groot als de grenzen aan ons heelal. Maar ja, om dat nou de hele tijd te moeten opzoeken, dat kost een energie, man. Ik ben zelf heel erg voor de vrijheid van er niet op te hoeven reageren. Op al die Twitters, op al die Facebook-berichten, op al die dreigbrieven, op al die rare MSN-berichten, op al die haatmails. Je ziet het, je leest het en je denkt, ja. Of, zoals Gerard Joling het noemt, het is toch om te gieren.